Hoe is het voor u, meneer De Vries, om weer hier op het veld van het kasteel te staan? Nou ja, het is toch heerlijk om weer een balletje te trappen. Hè? Op mijn leeftijd. Dat je toch nog eventjes aan de bal bent. Zalig. Echt waar. Ik ben de hele week bezig met een klein geel balletje. Dus het is altijd wel eens heerlijk om met een grote bal te spelen. U bent 80 jaar, maar u loopt erbij als een jonge god. Nou, dat valt wel mee hoor. Ik bedoel, als je dus, die jongens zijn allemaal 15, 20, 30 jaar jonger. Maar dat is niet meer bij te houden natuurlijk. En logisch hè. Maar wat wel leuk is om te zien is dat, ondanks dat u 80 bent en die anderen misschien 15, 20, 30 jaar jonger zijn. Je blijft het spel altijd wel zien. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat zit nog steeds in je hoofd zoals vroeger hè. Ik bedoel, je hebt toch balgevoel of niet? Ja, toch? Daarom ben je gaan voetballen. Ja. Hoe is het om al die oude ploeggenoten, oud-Spartanen hier weer terug te zien? Nou, de meeste zijn geen ploeggenoten geweest, hè? Ja, okay. Je moet niet vergeten, mijn ploeggenoten die leven bijna allemaal niet meer. Hè? Die zijn allemaal, hebben ze de pijp aan maten gegeven. Hè? Jammer genoeg. Maar hoe is het dan om hier met die oud-Spartanen zo te spelen? Leuk natuurlijk. Kijk, en als zij het niet erg vinden om met een oude lul te spelen, dan vind ik het alleen maar fijn. Hè? Wat ik vroeger deed, het zware werk opknappen voor de ouderen, zoals Tony van Heden, weet je wel. Dat doen zij nu voor mij. Ja, heerlijk toch? Maar het is toch mooi dat hij nog steeds speelt. Hè? Dat, petje af? Ja, dat is, ik heb er respect ook voor hem. Hoor. Maar ik maak het ook niet te moeilijk, hè? Zoals het is, hè? Het spel. Hè? Ik bedoel, ik ga niet lopen dribbelen, want dan ga je verliezen. Je gaat, de snelheid ga je dus missen. Je staat niet elke week meer op het veld. He? Dus je moet ook geen gekke dingen meer doen. Ik denk dat wij ook de twee oudste zijn. Ja. Allebei 80 jaar. Kriebelt het bij jou ook niet als je zo langs het veld staat? Wat zeg je? Kriebelt het niet een beetje toch? Als ik dit weer zie, ja, dan dat kriebelt. Hij heeft helaas een heup gekregen. Een woord, ja. Het is toch, dat is toch geweldig. Het is zo, zelfs als je die spelers straks weer het veld op je komen. En dat lied hoort, joh, dan krijg ik kippenvel nog van. Dat is... Hoe volgt u eigenlijk het Sparta van nu? Wat vindt u van hoe het bij Sparta nu gaat? Nou, eerlijk gezegd, ups en downs. Soms denk ik van, zijn mooi weer voetballers. Dan beginnen ze fanatiek, de eerste half uur, geweldig. Dan denk ik, nou, dan zit ik helemaal klaar op mijn bankje. En dan denk ik, god, gaat. En dan stoppen ze ermee. Ja, en dan krijgen ze er weer een paar om de oren. En dat vind ik zo jammer. Want je moet toch twee keer, drie kwartier moet je dat toch op kunnen brengen. Hè? Dat je druk zet en... maar zo is het toch? Wat heb jij meer dan ik? Nou, ik ben wat knapper. En ik heb haar. Nee, maar het is er zo. Soms denk ik van, god, verdikken me, gaat lekker. En dan zakken ze weer een stuk weg, hè. Dan zeg ik altijd, het zijn mooi weervoetballers. Zonde. Dan moeten wij weer in. Ja, heerlijk. Ik sta alweer te popelen. Succes zo. Ja, dankjewel.